hebben geluk met het weer, want morgen denk ik en gisteren zeiden ze dat het ging regenen, dus daarmee dat ik niet met de tijd precies ben gaan rijden. Allee, niet alleen daarom, maar... En dan was het fucking goed weer. We hebben afgesproken in Erenbode met Jent en zijn vriendin. En dat is over een kilometertje. Wat? Er was een ding. Een prikplant, hoe noem ik dat? Een brandnetel. Ik heb zelfs mijn zonnebril al moeten afgeven. Man. Ik ga een keer gaan fietsen met je vriendin dichtzet. En ik dacht ook, toen als ik naar buiten ging, dat het koud ging zijn. Maar het vond ook best mee. En nu heb ik mijn lange mouwen aan, maar ik denk dat die straks in de tas gaan bij de fiets. Toch zeker een terugkeren naar de pannenkoekjes. Want het is vandaag hemelvaart. En vandaar dat we nu een fiets gaan eten. Lekkere pannenkoek, want daar had ik wel zin in. En dan ja, kunnen we dat eventueel samen doen. Hè? Want dat is tof. Dus ja, veel volk. Maar ik ga jullie wegsteken en ik zie jullie zo wel terug. Misschien rijden we straks nog even binnen door of zo. In plaats van langs water, want ja, langs water is een beetje eentonig soms. Maar goed, wel een mooie dag. Lekker genieten. En dan straks genieten van de pannenkoekjes. Dag! Ja, maar ik ben op mijn gemak aan het rijden, hè. Nu zijn er mensen. Oh, net een stuk langs de Dende gereden en nu hier het jaagpad. Zegt Jente dat het jaagpad is, ik weet niet wat dit is. Naar Aalst. En Noah zegt dat ze geen pannenkoek wilt, maar een wafel. Blueberries. Of strawberries. Strawberries. Het is een beetje raar weer, het is zoveel wind, dus je hebt het gevoel dat ik dat ga onweren, maar normaal gezien zou het een mooie lucht moeten blijven. En ik heb ook zo'n grote pijs, dames en heren, insane. En ik dacht, ik ga hem openhebben vanmorgen en er kwam gewoon niks uit. Ik heb het nog gezegd dat er niets ging uitkomen. Er gebeurde ook gewoon niks, dat was zo boring. Hij zag er niets uit. But it hurts, and I wanna... But okay. Oh, gezapelijk tempo, we zitten nu aan 18 kilometer. Eigenlijk al een mooi rondje gefietst. Wat zeg jij? Je bent aan 20 kilometer. 18. Ah, in totaal 18 kilometer. Ja. Ah, je bent aan 21 kilometer per uur. Ah, ja, nee. We hebben 18 kilometer gedaan en we zijn 54 minuten bezig. Dus 20,3 per uur gemiddeld. Gemiddelde hartslag 104. Dan weet je dat je een goede recovery ride aan toe zit. Vandaag op de planning normaal gezien nog intervallen, maar ik ga sowieso naar huis vanavond, dus misschien doe ik ze op de rollen en ik wil wel in de Blaarmeers nog gaan zwemmen. Dus dat ga ik nog proberen doen vandaag. Let's go! Dames en heren, Jente gaat een gepersonaliseerd zadel laten maken. Een fietsbroek misschien. Ja, maar dan is hij wel vuil, maar ik weet niet. Gaat je een gepersonaliseerd zadel laten maken, kontje laten afdrukken? Als dat de enige oplossing is om geen zadelpijn te hebben, dan ga ik dat zeker doen. En dames en heren, wat hebben we op de menu? Cappuccino. En wat heb je besteld om te eten? American pancakes met speculoos. Nice. Mm. Rune, wat heb jij besteld? Vers fruitsap en asa. American pancakes met frambozenkoelie en vers fruit. Ja, dames en heren, dat is de goede stuff. En Wolwet, wat heb jij besteld? The American. En ik heb ook The American en we hebben allebei een iced latte. Oké, okay, is dat zo'n achtergrond met zo Loran zijn naam, maar dan in bloemen? Nee, dat is Romeo en Simba. Dat zijn echt katten. Ah. I am not that important. Maar het is wel zo, toch? Ja, ja. En dan, elke letter staat voor een bepaalde bloem dan. Ja. Joho! Straks zien jullie de lekkere pancakes. Maar zie deze pijs, dames en heren. Ik denk dat het gewoon zo'n zacht kussen zijn dat je zo denk je dat? Maar ik kan wel bestellen dat dat in zo'n... Ik zou het gewoon al... Zouden jullie graag dat bekijken? Ik zou het gewoon al willen doen voor de ervaring. Jente zijn blote bips, dat zou een goede video zijn, dames en heren. Als jullie dat willen, op 50 likes op deze video gaan we... Jente zijn billen gaan laten afmeten om een gepersonaliseerd zadel te laten maken. Ik bedoel, als je er advertenties over krijgt, als dat dan moet dat zeker is. Gebeuren. Wat? Als dat zadel niet goed is. Ja, let's go, dames en heren. Dat zou echt een goede content zijn. Ik zie jullie straks bij de pannenkoeken. En dames en heren, wat doet je als je je eten hebt ontvangen? Natuurlijk content maken. Ja, jongens. Nee, maar dat ziet er wel de beste uit van. Ik ga niet liggen. Die ziet er wel mooi uit, ja. Ja, maar joh. Zal het de duurste zijn? Dat weet ik niet. Dat denk ik niet. Ik denk dat dat oprecht hetzelfde was bij haar. Wil je filmen wat er gebeurt? Oh. Wauw.
Hey. En achteraf mocht ik dat ringsken hierop zetten. Dus. Als ik dat maar opkrijg. Doe maar een taste test. Een taste test? Ja, een taste test. We zullen een keer een taste test gaan doen. Zeg. Ah, dat is fruit, ja. Ja, sorry. Fruit, dat boeit niet. Mm. Lekker? Wel lekker, ja. Oh la la. Lekker? Ja. Ja. Oké. Okay. Ja, dat is waar, Nolan is hier al geweest. Bon, dan ga ik ook een keer genieten. Dames en heren, ik zou zeggen, geniet van jullie dag. Doe koffieritjes, want dan kom je op zo'n plaatsen terecht. Doe koffieritjes, dan word je gelukkig. Ja. Oh, let's go. Dames en heren. Ja, bon, je gaat er alleszins mee moeten leven, dames en heren. Goed, ik zit in de auto en zoals je misschien kunt, wel al dan niet kunt zien, is de auto vrij volgeladen. Dat komt omdat ik dus twee fietsen moet meenemen, namelijk mijn gewone koersfiets en de tijdritfiets. Ik weet niet of je het echt kunt zien, maar hier heb je dus mijn gewone fiets en daaronder zit mijn tijdritfiets. Allee, of mijn tijdritfiets. De tijdritfiets die ik zal gebruiken. Dus ik ga nu mijn gordel aandoen en dan naar de winkel gaan, want ik moet nog even om avondeten gaan. Maar ik wil ook nog gaan zwemmen vanavond in de Blaarmeerse. En dat is om 6 uur, het is nu 2 uur. Het is nog een half uur rijden. 4 uur, pardon, 10 voor 4. Het is een half uur rijden naar huis. Dus dan ben ik er om 20 over 4. En misschien dat ik dan nog mijn workout kan doen van het fietsen. Ik ga proberen dat te doen, maar ik moet sowieso nog mijn setten proper maken op mijn andere fiets. Echt helemaal proper maken, want hier zit er wax op. Zodat dat, als ik mijn wielen verwissel, dat dat niet, dat dat niet met olie mengt en zo. Dus ik ga dat eraf doen en dan zorgen dat dat mooi is. Ik heb thuis sowieso ook nog dripwax, dus dat kan ik sowieso gebruiken. Ik gebruik dat eigenlijk als loop, zeg maar. Dan ga ik die andere DT Swiss wielen daarop zetten. Dan moet ik gewoon nog even dat schijfremje vervangen. Zorgen dat die remmen goed werken. En dan kan ik de tijdritfiets gebruiken. En dan ga ik misschien vandaag de interval al doen op de tijdritfiets. Ik ga nu richting huis vertrekken. En dan zie ik jullie zo als ik thuis aankom en als we de fietsen nodig gaan brengen. En ik kijk er echt naar uit om even mijn intervallen te gaan doen. Dit is het wiel dat ik ga gebruiken op de tijdritfiets. Want ja, dat zijn mijn wielen die ik nu momenteel niet gebruik. En hier zitten er bandjes in. Dus, en deze zijn ook, deze Continentals zijn ook iets beter voor bestand tegen duurzaamheid. Of die zijn meer duurzaam. Dus die ga ik gebruiken. En dan ben ik hem nu even in orde aan het zetten, proper aan het maken. En zoals ik zei, deze cassette is al eigenlijk vrij proper. Omdat ik hem eigenlijk niet zo heel vaak heb gebruikt. Maar ja, bon. Deze ga ik dus helemaal proper maken, zodat de wax zeker... dat dat niet mengt met olie. Want misschien zit er zo eronder gelijk als ik hem losmaak. Ja, bon. Het valt nog mee, maar ik ga hem in dat bakje doen. En goed afschrobben, zodat het zeker helemaal proper is. En dat alles in orde is. En dan gewoon dat wiel nog een keer proper maken. En dan op de tijdritfiets zetten. Nog altijd zo insane, hè. Deze fiets. Oh. Wat een machine, jong. En dat volwiel echt geschift. En dan uiteraard dat voorwiel ook nog aanpassen. Maar dat is minder veel werk. Dat is gewoon de schijfrem vervangen. Want er zit 160 mm op mijn wiel. En de tijdritfiets heeft Dura-Ace remmen. En dat is 140 mm blijkbaar. Dus even aanpassen. Oké, de vlog van vandaag is weer een klein beetje later. Maar dat komt omdat ik de tijdritfiets helemaal in orde heb gebracht. Ik ga het jullie straks laten zien. Eerst ga ik even eten. En dan ga ik straks nog een ritje doen. Het is ondertussen 6:30. Ik ben... even om een extra sleutel geweest, omdat ik geen interne lockeringsleutel had voor zo'n bottom brackets en zo te verwijderen. Dus ik ben die even gaan halen bij Kobe, een van de kijkers die ook mee was op de social rides. Ik dacht er plots aan van, die Kobe zal misschien wel eentje hebben, omdat die zijn eigen fiets dus had gebouwd. Dus super dikke legend, ik ben er even om geweest. Dikke merci en dikke shout-out naar Kobe. En dan zal ik die sleutel wel eens terug gaan brengen binnenkort. Ik heb er ondertussen zelf in besteld, maar ik kon niet meer wachten, want ik wil super graag op die tijdritfiets rijden. En ik moet heel eerlijk zijn, hij ziet er super dik uit, die tijdritfiets. Zelf met mijn 62 mm wielen, wat nog altijd diepe wielen zijn, maar minder diep. En dus met binnenbandjes. En geen wedstrijdbanden, dus waarmee ik meer kilometers kan maken. En hij staat helemaal klaar. Ik heb er een bidonhoudertje op gezet. En dan ga ik hem straks eens even gaan testen. Gaan we straks eens even een toertje gaan rijden. Normaal moest ik intervallen doen vandaag, maar dat skip ik even. De vlog vandaag komt weer een beetje later online, omdat ik dus bezig was met de fiets in orde te stellen. Dus ik hoop dat jullie dat begrijpen. Maar hij ziet er super, super dik uit, dus ik ben echt blij. En straks neem ik jullie mee op een rondje. En dan daarna ga ik de vlog editen en zorg ik dat hij wel online komt. Dus dat is even een beetje een update. Nu even vlug iets eten en dan zie ik jullie zo aan de fiets. Dames en heren, er is misschien wel een beetje wind, maar ik ben aan het klieven door de wind met deze tijdritfiets.
bro, dat ziet er toch te insane uit. Ik kan niet beseffen dat ik daar nu op aan het rijden ben. Ik ga zo veel naar die foto's kijken als Jente eens mee kan rijden en een paar foto's gaat pakken. Maar besef, van voor dat is een 54. En oprecht, ik zit gewoon 38, 40 per uur te rijden op de goede stukken, asfalt hier. Gewoon 38, 40 per uur in zo'n 1 of 2 of zo. Ik heb mijn Garmin-houdertje, moet nog toekomen. Dus dat is hier zo'n houdertje dat hier dat tussen zit. Want ja, hier zit uw arm op en dan hier tussen kan uw Garmin zitten. Momenteel heb ik even mijn horloge hier aan de kant gezet, omdat ik kon gewoon niet wachten om op de fiets te gaan rijden. Zo een mooi ding. Ik heb alles zo proper mogelijk gemaakt zoals je ziet. En nu is het gewoon wax. En dit is de Dura Ace. Volgens mij is dat nog de vorige versie Dura Ace, omdat dit een 11 speed is. Vandaar dat er ook geen powermeter op de fiets zit. Ze hebben de fiets speciaal voor mij helemaal opgebouwd. En ik denk dat ze de andere Dura Ace groepset hebben opgestoken die ze nog liggen hadden. Ja boy, ik ga niet klagen. Stel dat ik de fiets zou overkopen, uiteraard zou ik er dan een powermeter op steken. Omdat ja, dat is natuurlijk handig voor tijdritten om te pacen. Maar momenteel is het voor nu meer dan genoeg en kan ik pacen aan de hand van mijn hartslag. Maar ja, dit is amazing. Hè? En op zich, die schijfremmen verrustelen was ook niet zo super moeilijk, dus ja, kijk. De stuurzadelpen. Mooi zadeltje. Watch op handlebars. Trouwens, deze zitten er eigenlijk niet normaal op dit frame. Maar dit zijn de handlebars van Watchop en die zijn van Uno X. Dus voilà, bij deze. En hier zit er zo'n klein beetje meer grip, dat je wat grip hebt, want anders is dat gewoon carbon. En dan natuurlijk de remmen. En het leuke hier aan deze fiets is, hier kun je shiften, dus je hebt hier shifters, dus voor als je rechtop zit, hier en hier knopjes. En dan kun je gewoon van achter naar boven of naar beneden doen. En hier heb je dat ook, en dat is ook voor naar boven en naar achter. Maar dan vraag je af, hoe switch je dan van voor? Hier. En er zitten, het is zo ingesteld dat je dynamic shifting of zoiets hebt, of easy shifting, of ik weet niet hoe dat precies heet. Dat is geprogrammeerd zodat het aanvoelt wanneer dat je naar de kleine en wanneer naar de grote plateau wilt. En tot nu toe, hoe dat ik heb gereden, werkt dat perfect. Nog niks over geklaagd. Dus stel dat ik bijvoorbeeld naar de grote plateau wil, dan doe ik gewoon een paar keer op. Ja, op het verleggen, zodat hij iets meer van achter komt. En dan merkt hij, oeh, hij zit veel van achter en hij zit van voor. Ja, dan schuif hem naar hier op. En dan zet hij automatisch een paar tandjes naar achter. En dan doe ik soms nog twee tandjes naar achter of zo, of eentje. En dan zit ik eigenlijk perfect in de grote ook en in de kleine. En ja, dat werkt super goed, die shifting. Daar ben ik echt content van. En Uno X, dikke shout-out naar hun. Volgend jaar rijden ze met Ridley. Maar ik moet zeggen, dat derfietsje ben ik toch wel heel content van dat ik de kans heb gekregen om dat te doen. Dus ik hoop dat ik in Challenge Almere een mooie tijd ga kunnen neerzetten. En ik ben hier nu toch wel even aan het genieten van mijn tijdritfiets. In het zonnetje dat aan het ondergaan is. En straks ga ik even genieten van pasta met zalm. En ja, voilà. Maar dit is echt, allez, blijer kunt je mij bijna niet maken. Ik heb al een super mooie dag gehad vandaag met Nol en fietsritje gaan doen. En nu s'avonds nog een fietsritje doen. Super mooi. De intervallen zitten er vandaag niet in, daar voel ik mij nog niet 100% comfortabel op de tijdritfiets. Maar bon, gelijk dat zeg ik er al bijna 40 per uur. Het is al goed om na dat tempo er wel in te komen. En dit zijn dan nog ook eens mijn wielen. Hè. Dus stel je voor dat daar het volwiel in zit en het diepere wiel van voor met de tijdritbanden. Dan ga ik blijkbaar dus nog sneller rijden. Dan ben ik echt benieuwd hoe snel ik ga rijden in Challenge Almere. Ik ben wel aan het twijfelen of dat ik met het diepe voorwiel zou rijden. Omdat blijkbaar het achterwiel, hoe diep dat is, dat maakt niet zoveel uit. Het is vooral het voorwiel waarmee dat je veel wind kunt voelen. Dus het kan zijn dat ik misschien nog dit wiel gebruik of dan het wiel dat momenteel op mijn Canyon zit, omdat dat nog iets lager is. Maar ja, dat ga ik zien, kijken naar de weersvoorspelling en desnoods neem ik alle wielen mee die ik heb om ja, gewoon zeker te zijn. Maar bon, ik ga nu richting huis vertrekken. Ik heb nu het mooie stuk langs de Schelde gehad en dan ga ik nu gewoon langs binnen naar huis rijden naar de Dendermondeseeweg via Kalken en dan gewoon de Dendermondeseeweg afzoomen naar huis. Dus voilà, top! Bon appétit! Pasta met zalm en spinazie. Goed, hè. En dan nog een roomsausje. Die anders is een beetje saai. Wat een goeie dag vandaag. Lekker. Smakelijk.